amateurboxers in Nederland de laatste 10 jaar. Daar staat hij, Huslu Kokkabas. Wij kijken naar een partij over 6 ronden van 3 minuten onder leiding van jurylid Robert Verwijs. Helmersburg, eerste ronde. Tweede ronde.
Ja! Come on, man! 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 Come on, man!
vijfde ronde. Come on.
Ja, en zo komt na 6 spijkerharde ronden een einde aan een heroïsch gevecht tussen Ahmed El Hamdi en Rafik Haroun Junior. De scorekaarten worden verzameld en dan gaan we even wachten op de uitslag. Na dit gevecht is het tijd voor de pauze. En dan gaan we om 10:15 door met de rest van het programma. En er zitten nog een paar knallers tussen. Zoals het gevecht van Barry Groenteman. De finale, de grote prijs van Amsterdam. En natuurlijk kickbokskampioen Nicky Holsken. En die fans zitten er al klaar voor. Maar dat is allemaal na de pauze. We gaan eerst even wachten op de uitslag van dit gevecht. En we hebben de uitslag. Majority decision. Jurylid Dijkstra. 58-55. Jurylid Verwijs. 57-57. En jurylid El Ghazoui, 58-55 voor de winnaar, Rafik Haroun Junior! Ook uw respect voor de verliezer, Ahmed El Hamdi!